Goedemorgen, super leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Zoals jullie konden zien heb ik net al 3 wasjes even snel opgehangen. En het is zo warm, echt in mijn kamer. Ik werd vanochtend wakker. En het was echt niet te hard. Ik was heel wel plakkerig. Maar hier buiten is het gelukkig wel echt een stuk beter. Want er is een beetje een briesje. Er staat eigenlijk best wel gewoon een wind. En dat is echt lekker. Sowieso het voordeel van bij het water wonen. Dat je dan soms een beetje een lekker windje hebt. Lekker. Ik ben trouwens weer begonnen met een nieuw boek. En ik zal even laten zien welke het is. Het is deze, My Best Friend Maybe. En het is op zich gewoon echt lekker een Goodreads boek. En niet te veel diepte. Gewoon lekker om even hier te gaan zitten en te lezen. En het gaat trouwens verder over een meisje en die heeft een beste vriendin echt al haar hele leven. En ineens hoort ze niks meer van haar, laat ze niks meer. En ja, het contact verwatert groot, terwijl ze nog wel gewoon bij elkaar op school zitten. En dan ineens na 3 jaar vraagt die vriendin of ze mee op vakantie gaat. En ja, daar gaat het eigenlijk een beetje over. Oké, het plan van vandaag is trouwens, mijn zusjes school, heel haar school is op schoolreisje. Behalve groep 8 en de andere groep 8. Ze hebben 2 klassen groep 8 en die gaan aan de musical werken. Maar omdat het zo warm wordt, hebben ze een tropenrooster, dus gaan ze gewoon maar tot 12 uur door. Dus mijn zusje wil al dagen met mij naar het zwembad. Dus vandaag was echt precies de goede dag om naar het zwembad te gaan. Alhoewel, de weersvoorspellingen veranderen steeds. En de ene keer zegt het dat het gewoon de hele dag mooi weer blijft. Maar dan verandert het weer in... Oké, ik moest even stoppen, want ik was aan de trap op aan het oplopen. En ik was aan het praten. En ik raakte gewoon zo buiten aan dat ik even bij moest komen. Maar dan zegt hij dus dat het super mooi weer wordt gewoon de hele dag. En dan zegt hij dat het rond 4-5 uur gaat onweren en regenen. Dus we moeten nog even kijken wat het gaat worden. Maar in ieder geval kunnen we een groot deel van de middag gewoon lekker bij het zwembad liggen. Ik ga even kijken welke bikini ik ga aandoen. Ik kwam er trouwens achter dat ik 8 bikinis heb. Ik dacht dat ik er 5 of 6 had, maar blijkbaar heb ik er dus 8. Ik denk dat ik vandaag deze gewoon weer aan ga doen. Met palmboompjes erop. Die is van Tommy Hilfiger. En ik vind deze ook nog steeds wel heel leuk. Alleen dit broekje is echt het kleinste broekje ooit. En ik voel ook wel dat hij al een beetje oud begint te worden. Dit is echt altijd mijn favoriete bikini geweest. Omdat hij gewoon het fijnste zit. En hij maakt je het mooist bruin omdat hij strapless is. Tenminste, er zitten ook bandjes bij, maar je kan hem strapless maken. Dus dat is altijd echt mijn favoriete bikini geweest. En dit is dus mijn nieuwste bikini van de collectie van Hunkemöller met Ananushin. En die vind ik nog steeds zo mooi. Alleen die wil ik vandaag niet aandoen, want op de rug heeft hij dit stukje. En ja, dan word je gewoon niet mooi bruin. En dan heb ik hier nog eigenlijk bikinis die ik verder niet echt vaak aandoe. Deze had ik op Malta gekocht samen met Risa. En zij had precies dezelfde gekocht. Alleen dan wat bij mij roze was, was bij haar een beetje mintgroenachtig. Deze heb ik een keer gekocht. Ik weet niet meer of het Most Wanted was of iets anders. Ik denk dat het Comget Fashion was. Maar er stond dat het een mooie zalmroze kleur was. En toen kreeg ik hem binnen en toen was hij fel oranje. Alleen het was duurder om hem terug te sturen dan om hem te houden. Dus heb ik hem maar gewoon gehouden. En dan... Dit is gewoon een goedkope bikini die ik een keer bij de HEMA heb gekocht. Voor onder een wetsuit. En dan heb ik uiteindelijk nog deze bikini. En die is gewoon heel oud. Van heel lang geleden. En die ligt er ook echt onderop. Die doe ik bijna nooit meer aan. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bikinis. Ik dacht dat ik er 5 of 6 of zo had. Maar het zijn dus veel meer. En dit jurkje draag ik eigenlijk altijd naar het zwembad. Gewoon omdat het makkelijk is om aan en uit te trekken. En ja, verder vind ik hem ook nog steeds gewoon heel leuk. Ik heb hem echt al heel lang. Hij is van de Mango. Maar van denk ik 2-3 jaar geleden. Dus...
trouwens heel erg, maar deze bikini kan ik bijna niet zelf aandoen, want hij moet geknoopt worden op de rug. En het is ook als ik die knoop vast heb, dan kan ik hem niet aan en uit doen, dus ik moet hem elke keer losmaken. En ik weet ook niet waarom deze los is gegaan, want die hou ik altijd wel gewoon. Maar om dit echt zelf op je rug te knopen, dat is zo moeilijk. Dus ik vraag het straks aan mama of ze me wil helpen. Wij zijn aangekomen op het zwembad. Meike heeft net al mijn rug ingesmeerd en ik heb mezelf ingesmeerd. En nu gaan we Meike insmeren. En nu is het even tijd voor een pauze met wat meloen en ham. Oké, deze onweer dus en de regen die nu weer even net stopt, maar het regent de hele tijd heel hard en het onweert. Maar wij waren echt precies op tijd bij het zwembad weggegaan, dus we zijn allemaal lekker droog. Ik ben ook verbrand in mijn gezicht. Op camera ziet het er zelfs minder uit dan in het echt. Want er zit ook hier een hele streep en hier een vlek. En ja, dit is in het echt nog veel erger dan je op camera kan zien. Maar ik ga zo even eten en straks moet ik weer oppassen. Het is ondertussen alweer vrijdag. Ik moest vanochtend om 8 uur al opstaan, want ik moest bij een specifieke huisarts zijn. Dus als ik daar een afspraak wilde maken, moest ik echt wel meteen vanaf het moment dat ik kon bellen gaan bellen. Anders zit het waarschijnlijk gewoon al vol. En ik ging om te kijken wat er uitkwam van mijn bloedonderzoek. En natuurlijk kwam eruit dat alles gewoon goed was. Dus wist hij nog niet wat er was. En omdat ik heb geen astma, maar omdat ik, als ik ga sporten, zou ik nog wel last kunnen hebben van astmatische klachten. Dus ik heb nu deze meegekregen, Ventolin. En die moet ik nu 4 keer per dag gebruiken. En dan moet ik over een week weer terugkomen. Dus ik hoop echt dat dit wel helpt, want anders moet ik waarschijnlijk naar de fysio gaan. En ik heb eigenlijk echt geen zin om naar de fysio te gaan. Oké, ik had mama beloofd dat ik even zou gaan stofzuigen. Het hele huis ga ik stofzuigen. Dus dat ga ik nu even doen. Ik kreeg net een telefoontje van het reisbureau en onze reispapieren zijn binnen. Het is zo raar. We gaan gewoon over 2 weken al op vakantie en ik heb nog helemaal niet het gevoel dat het al zo dichtbij is. Maar ik heb er zoveel zin in, echt. En nu ga ik even met mama naar de markt wat dingetjes halen. Vandaag is echt gewoon even zo'n dagje dat ik lekker niks doe. Ik zit hier al eigenlijk de hele dag op de bank gewoon lekker te relaxen. Ik ben al even met mama naar de markt geweest, maar dat is echt alles. En ik heb hier de Chromecast aanstaan en hieronder mijn laptop waar ik kamers, of eigenlijk geen kamers, maar appartementen aan het zoeken ben. Oh, ik wil dat geluid. Het werd zo steeds veel harder en ik werd echt zo bang van. Ik denk dat je het op camera ook echt wel kon horen. Maar ik dacht even, ik ga dood. Maar het was waarschijnlijk gewoon een straaljager of zo die voorbij kwam. Maar het was wel echt, ik weet niet, met alles wat we de laatste tijd allemaal afspeelt, ik was heel even bang. Maar hier op mijn laptop ben ik dus naar appartementen aan het kijken. En het is best wel moeilijk om voor 2 personen een appartement te vinden. Het is veel makkelijker met 3 kamers, voor 3 slaapkamers, voor 3 personen. Dan voor 2. Dus, maar ik ga even verder kijken, want ik wil het liefst ook nog gemeubileerd iets hebben. Want als ik nog echt voor een heel appartement zo dan nog meubels aan moet schaffen, dat is best wel duur. Dus. Ik ben eigenlijk op mijn zusje aan het wachten, want we zouden naar de opticien gaan voor mij. Want ik moet of extra daglens vragen, of hopelijk is mijn eigen lens gewoon binnen. En we moeten ook nog even langs de Albert Heijn, maar ze moet eerst huiswerk doen. Dus ik zit even te wachten. Oké, ik heb dus net bij de opticien weer een setje gehad van 5 nieuwe daglenzen. Ze hadden een bericht gehad dat mijn lenzen pas begin volgende week binnen zou zijn. Of lenzen, mijn ene lens. Dus weer verder met daglenzen. Wij zitten in de auto, want wij gaan naar... Yes. En we gaan naar de Kinepolis, de bioscoop in Breda. Dus we gaan nu even rijden.
Het is pauze. Het is donker. Huh? Zo, de film is afgelopen. Wat vond je ervan? Ik vond het leuk. Ja? Ja. Ik vond het ook wel heel leuk. Ik vind het alleen normaal, omdat er ook oorlog in zit, vind ik meestal niet heel leuk. Maar ik vond het bij deze op zich wel meevallen en het verhaal was gewoon wel goed. Dus ga naar deze film. Ik ben weer thuis. Ik vond Wonder Woman echt wel een goede film. Ook al zat er oorlog in, want bijvoorbeeld Captain America vond ik daardoor echt minder leuk. Omdat het zich afspeelde in de oorlog. Maar deze film speelde zich ook af in de oorlog. En toch vond ik het wel echt een goede film. En ja, ik hou sowieso van superheldenfilms en al dat soort films. Dus ja, zeker een aanrader. Ik ga nu nog een vlog in kijken en daarna ga ik gewoon slapen. Het is zaterdagochtend. Ik heb vanochtend gedoucht en daarna zijn we de hele ochtend bezig geweest met mijn ouders kamer. Ik zal jullie even laten zien wat we hebben gedaan. Dit bed stond eerst in deze hoek en de kast stond in deze hoek en al deze spulletjes stonden ook helemaal aan die kant. En we hebben de rand van het bed afgehaald, want mijn ouders krijgen een nieuw bed. Dus de rand is alvast af en dit wordt dan maandag weggebracht. En dan krijgt het een nieuw bed. Maar dat is een heel gedoe waar we de rest van de ochtend mee bezig zijn geweest. En net hebben we even geluncht. En ik heb nu mijn spullen bij elkaar gepakt om hier weer lekker wat vlogs te kijken en een beetje op mijn laptop te rommelen. Ik heb net even lekker een kuppensoepje gemaakt. Het is een Chinese tomatensoepje. En ik wilde een vlog gaan editen. Maar ik was al best wel ver gekomen en ik had hem opgeslagen en ik open hem. En nu ziet het er dus zo uit. En ik heb het al een paar keer opnieuw geprobeerd, maar het lukt niet. En het vervelende eraan is, was dat ik sowieso in eerste instantie al best wel ver was. Maar ten tweede was dit ook de vlog die ik half op één SD-kaart, half met mijn iPhone en half op een andere SD-kaart heb gefilmd. Dus nu moet ik al die beelden weer overal gaan opzoeken. En ze stonden ook op andere plekken. Op de ene SD-kaart stonden ze niet allemaal op één plek. Het was heel raar. En ik was blij dat ik eindelijk alles bij elkaar had gedaan. En ik had al veel uitgezocht en veel ertussen uitgehaald. En nu kan ik dus weer helemaal opnieuw gaan beginnen. Oké, ik ben op bed beland. Ik krijg sowieso die vlog nu niet meer voor vandaag af. Omdat ik helemaal opnieuw moet beginnen. Dus ik ga maar gewoon even wat relaxen. En doe ik het morgenochtend wel. Zodat die morgen gewoon online kan. En ik ga nu, denk ik, gewoon even vlogs kijken. Ik had straks de ene laatste aflevering van Pretty Little Liars gekeken. Nog één aflevering. Echt, ik ben echt benieuwd wat ze ervan gaan maken. Ik heb geen flauw idee. Ik weet niet hoe het komt, maar vandaag ben ik zo moe. Misschien omdat het weer ineens zo is omgeslagen. Dat het zo grauw is. Zo, gewoon geen zon, geen vitamine D. Maar oh, ik ben de hele dag al zo moe. Oké, against all odds ben ik niet in slaap gevallen. Ik heb Ex on the Beach gekeken en ik heb wat gelezen. Ik heb een traanhoog. Oh, de traan is al wel een beetje opgedroogd. Elke keer als ik op mijn linkerzij ging liggen, dan voelde ik echt zo steeds een traantje zo naar beneden lopen. Maar ik kreeg het niet voor elkaar om het dus laten stoppen. Maar ik ga nu beneden helpen met het eten. Oké, mijn goal van vanochtend is om mijn spullen een beetje op te ruimen. En om eindelijk deze vlog dan te editen. Nu, ik heb nu bijna alle beelden er weer op staan, dus kan ik gaan beginnen. Ik heb het eindelijk voor elkaar gekregen om de vlog af te maken. Ik heb ondertussen ook de thumbnail al gemaakt. En mijn oma was gisteren jarig. En die viert het vandaag, dus daar ga ik zo meteen eventjes naartoe. Ik ga sowieso niet heel lang, maar eventjes kort, want ik moet vanavond werken. En ik heb mijn nieuwe schoenen voor de eerste keer echt aan. Het is pas de eerste keer dat ik echt kans heb gekregen om ze aan te doen. En ik vind ze zo leuk. Ik heb ze al zo vaak laten zien, maar ik ben er echt heel blij mee. En dit is het cadeautje wat ik voor mijn oma heb. Ik vond dit tasje er wel heel leuk bij. En het zijn van Riverdale shower gel en een body lotion. Oh, en er zit ook nog een sandbag bij. Dat vond ik wel leuk om te geven. En trouwens mijn lenzenkapje kwijt. En ik zou gewoon echt niet weten waar ik hem heb gelaten. Maar goed, ik moet gaan, dus die zoek ik straks dan wel. Ik ben weer thuis en ik heb voor mijn verjaardag nog een heel mooi roosje bloemen gekregen. Het zijn roosjes. Echt super leuk. Dus die ga ik nu even snel in het water zetten.
Oké, ik heb ze zo even in de vaas gedaan. Ze zitten nog wel een beetje te hoog, dus moet nog een stukje af. En ik denk ook even wat bladeren eraf. Alleen ik heb nu niet zoveel tijd, dus ik laat ze nu in ieder geval zo even staan. Zodat ze wat water hebben. En dan zal ik er de volgende keer ook dit zakje bij doen. Er staat op dat ze... Hoeveel langer? 60% langer. Dus die ga ik er zeker straks bij doen. Maar ik moet nu even opschieten omdat ik straks moet gaan werken. Ik heb voor mezelf net even heel simpel pasta klaargemaakt. Gewoon wat spaghetti met hamblokjes en pesto. En ik heb er een klein beetje melk doorgegooid om de saus wat romiger en wat meer als een saus te maken. Dus dat ga ik nu even lekker opeten. En ik heb hier op de tv een vlog neergezet. Oké, toen ik gisteren thuis ben gekomen van mijn werk, ben ik gewoon in slaap gevallen. Ik had mijn make-up gewoon nog op, inclusief lippenstift. En ik werd net wakker. En ik besef me ook dat ik de vlog nog helemaal niet had afgesloten. Dus bij deze wil ik hem afsluiten. Vond je het een leuke video? Doe je duimpje dan omhoog. Wil je meer van mijn video's zien? Abonneer je dan op mijn kanaal. En tot de volgende keer!